Felicitaties voor Dimitri Verhulst. Hij won afgelopen maandag de Libris Literatuurprijs. En hij won het heel erg verrassend. De grote favoriet, Charlotte Mutsaars, kreeg die prijs niet. Dat gebeurt veel vaker bij de Librisprijs. In 2006 bijvoorbeeld was de grote favoriet Tommy Wieringa met zijn roman Joe's Speedboat. En toen kreeg hij de prijs ook niet tegen de verwachting in. En ik zeg dat natuurlijk omdat deze week de nieuwe roman van Tommy Wieringa is uitgekomen. Caesarion, een lang verwachte nieuwe roman. Tommy Wieringa natuurlijk van de marge tot superster in de literatuur doorgeschoten door zijn roman Joe's Speedboat. Een roman over een kleine provinciedorpje waar zich van alles afspeelt als daar een zeer vitale jongen naar voren komt. Een roman die zowel de jeugd van scholen aansprak als de leesclubs. En dan heb je in Nederland ongeveer het zo groot mogelijk publiek voorhanden. 300.000 mensen hebben Joe's Speedboat gekocht en waarschijnlijk ook wel gelezen. Ik keek ook naar deze nieuwe roman uit, naar Caesarion. En dat was niet alleen om Tommy Wieringa, maar ook om de titel. De titel is namelijk een figuur uit de klassieke oudheid. Een intrigerende figuur. De zoon van de twee grote supersterren van toen ter tijd, Julius Caesar en Cleopatra. Een jongen die uiteindelijk op zijn 17e zou overlijden. En die natuurlijk zijn hele leven schuil is gegaan onder die verschrikkelijke doem van die grote ouders. En daar gaat ook Caesarion van Tommy Wieringa over. De hoofdpersoon is Ludwig Unger, of Unger zoals je geneigd bent om te zeggen. En Ludwig Unger is de zoon van een pornoster, daar komt hij overigens pas later achter, en van een groot experimenteel kunstenaar. En degenen die dit horen zullen waarschijnlijk meteen moeten denken aan die grote pornoster, aan die grote kunstenaar die een jaar of 10, 15 geleden de hele wereld overgingen, Jeff Koons. En Cicciolina, het Italiaanse sterretje dat zelfs in het parlement in Italië was gekomen. Wieringa kopieerde het verhaal van Koens en Cicciolina natuurlijk niet. Hij maakte er zijn eigen verhaal van. En het verhaal dat hij maakt is het verhaal van een jongen die een moeizame relatie met zijn moeder heeft. Die opgroeit alleen met zijn moeder. Zijn vader heeft het pand al lang verlaten, niet zo lang na zijn geboorte. En hij leidt eigenlijk zijn hele leven een zwervend bestaan. Hij weet niet waar hij thuis hoort. En dat is iets wat typisch is voor de helden van Tommy Wieringa, die altijd een klein beetje zonder wortels zijn en de wereld rondzwerven. Vrij letterlijk, zeker in Caesarion. De locaties van het boek zijn East Anglia in Engeland, het oosten van Engeland. Los Angeles, waar een groot deel van het boek zich afspeelt. We gaan naar het Middellandse zeegebied, we gaan naar Tunesië en uiteindelijk komen we uit in de midden-Amerikaanse jungle waar de grote confrontatie tussen de hoofdpersoon en zijn vader plaatsvindt. Ik wou een stuk voorlezen over het gedeelte dat zich afspeelt in Oost-Engeland en dat gaat over een geweldige storm waarbij het huis van de hoofdpersoon en zijn moeder verloren gaat. Golven braken over de rand. Witte gedaantes klommen als vijandelijke soldaten aan land. Schuim vloog door het licht van de lantaarn. Al zou het huis overleven, de oostelijke wand zou zwaar beschadigd zijn. Het water moest nu al in de voorkamer staan. Soms dacht ik beweging te zien, de rilling die aan het wegzakken in de diepte vooraf ging. Gezichtsbedrog. Het huis stond, misschien zou het gespaard blijven. Een scheut absurde hoop. Ik rende en schreeuwde tegen de wind, de hemel. Ik danste als een demon in de straffende regen. Een geluid bracht me tot staan. Ik richtte de lamp op het huis. Het kermen van een nachtdier, een pijn die niemand kan beschrijven. Met verbazingwekkende lichtheid kantelde het huis rond een lage as en gleed kreunend, krijsend de diepte in. De muziek van mijn nachtmerries. Een geluid als een ondergrondse explosie. Toen was het voorbij. Je ziet hier in een notendop het grote thema van de roman. Verval, vergankelijkheid, daar gaat het over. Terwijl het in Joe's Speedboat juist ging over vitaliteit, over vooruitkomen in de wereld, gaat dit hele boek over het teneergaan van je leven, over het steeds minder worden van alles. En dat is het grote thema van dit boek en dat is ook wat het boek een diepte geeft. Tegelijkertijd geeft deze passage ook goed aan wat Tommy Wieringa tot een schrijver maakt. Hij is een schrijver die houdt van beeldende vormen, van plastisch proza, van prachtige beeldspraak die door zijn proza heen geweven wordt.
Caesarion is een roman die rustig wordt opgebouwd. Je zou in het begin van de roman zelfs kunnen zeggen dat hij een beetje sloom is, dat hij langzaam op gang komt. Maar als de hoofdpersoon eenmaal in Los Angeles is met zijn moeder, die daar haar carrière als pornoster opnieuw opstart, dan kom je erin. En dan krijg je ook de mooiste passages van het boek te lezen. De passages waarin Ludwig Unger verliefd wordt op zijn eerste meisje. En de passages waarin hij zijn eerste grote gevechten uitvecht met zijn moeder. Het is natuurlijk onmogelijk om een boek als Joe's Speedboat te overtreffen. Dat boek staat als een van de grote klassieken van de Nederlandse literatuur. Moderne klassieken. Maar Tommy Wieringa heeft met Caesarion een goede poging gedaan om het in ieder geval te benaderen. En ik denk dat hij met deze roman in ieder geval ervoor gezorgd heeft dat zijn naam opnieuw gevestigd is. En dat hij, al mag je dan niet zeggen bij de grote 3 of 4 bij de Nederlandse literatuur hoort, dan toch in ieder geval bij de grote 10.